Twee weken geleden wist zij na veel strijd een stikstofakkoord te sluiten. Hoe deed ze dat? En waarom, denkt zij, lukt het bij ons maar niet? Ze zit zometeen hier en doet verslag van haar bezoek dat zo begon. Dag mevrouw de Meer. Hallo. Welke stikstofles uit Vlaanderen neemt u mee vandaag? Ja, dat het heel belangrijk is dat er een stikstofplan komt, dat we stikstof reduceren, dat er duidelijkheid komt, dat er rechtszekerheid komt voor alle ondernemers, ook voor landbouwers, en dat we op die manier ook onze natuur redden. En dat was vanmiddag en nu is Zuhal de Meer bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij Nieuwsuur. Ja, u bent de vrouw die in Vlaanderen een stikstofakkoord voor elkaar kreeg, iets wat de boeren ook gaan voelen. En u was vandaag op een bijeenkomst in het Hof van de Nederlandse Leeuw met boeren, met die ministers. Hoe bent u daar ontvangen? Ja, Sjaak had mij uitgenodigd, de voorzitter van de Nederlandse Boerenorganisatie. Ja, Sjaak van de Tak van de LTO. Klopt. Heeft mij gevraagd van ja, geeft ons een lezing over de Vlaamse stikstofaanpak. Welke maatregelen, hoe zijn jullie daartoe gekomen? En ja, de zaal zat natuurlijk vol, ook met landbouwers. En het enige dat men eigenlijk wel vroeg was die duidelijkheid. Want ze zeggen ja, we hebben al 4 jaar een stikstofarrest gehad en we weten eigenlijk nog niet waar dat we aan toe zijn. En dat denk ik ook wel dat een verantwoordelijkheid van heel de politiek is om die duidelijkheid, die rechtszekerheid te geven. Juist. U hebt dat in Vlaanderen voor elkaar gekregen. Maar laten we eerlijk zijn, dat ging niet zonder slag of stoot. Laten we even kijken naar een korte samenvatting. Uiteindelijk bleken alle partijen overtuigd dat we dat akkoord moesten sluiten om landbouwers te vergoeden die verplicht of vrijwillig stoppen en om nieuwe natuurdoelen te realiseren. Nederland zit in een impasse, Vlaanderen heeft een akkoord. In 2030 moet de uitstoot van stikstof met 50% zijn gedaald. Al meer dan 10 jaar heeft men links en rechts gekeken en die tijd is nu op, dus we gaan het gewoon uitvoeren. Net als in Nederland gaf de rechter een zetje. De milieuorganisatie vocht een vergunning van een kippenboer aan. Vervolgens verwees de rechter in 2021 het hele stikstofbeleid naar de prullenmand. En dus moest de minister aan de slag. Zij is in België en in Vlaanderen eigenlijk wel gekend als een politica die heel erg recht toe recht aan is. Zowel in interviews als tegen haar collega's. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ook in Vlaanderen reageerden boeren woedend en werd de minister kop van jut. Waarom pikten ons als landbouwers er weer aan? Waarom? De minister zocht de boeren nadrukkelijk op. Ik verwacht ook van één ieder dat we het gesprek ook op een deftige manier gaan doen. En dat meen ik echt. Hier is geen probleem. Er is een probleem gekomen vanaf dat u op die post gekomen bent. Gelooft u dat, meneer? Ja. Maar ze ging niet met alle boeren in zee. Met de Boerenbond heeft de Meer eigenlijk nooit zaken willen doen. En daar is eigenlijk altijd heel erg streng voor geweest. De minister hield de teugels in handen. Er was geen bemoeienis van bijvoorbeeld provincies. Maar het vaststellen van het definitieve plan leidde begin maart tot een crisis. Zijn wij bereid om de volgende uren en dagen ons verder constructief op te stellen? Absoluut. Dat is onze verdomde plicht. Het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. In het uiteindelijke compromis blijven de doelen onveranderd. Wel bedongen de Christendemocraten onderzoek naar 2 van hun eisen. Het wordt echt nog wel spannend als in het najaar dat dossier terugkomt, als dan die onderzoeken zijn afgerond. Om te kijken van, kan men dan ja, toch eendrachtig daar een beslissing in nemen en echt dat dossier helemaal afronden? Of wordt het toch weer wordt het dan een nieuwe confrontatie? Teken aan de wand is dat afgelopen week de Belgische variant van de BBB is opgericht. Met politieke ambities, met nu al 15.000 Facebook-vrienden, waaronder opmerkelijk genoeg een prominente minister van de Christendemocraten. Ja, de boer-burgerbelangen, zoals het dan bij u heet. Nu nog een Facebookgroep, maar met politieke ambities. Volgend jaar verkiezingen. Prominente mensen die lid worden, maakt u zich al zorgen? Nee, het zou erg zijn als ik me daar zorgen over zal maken. Het is belangrijk, denk ik, dat ieder die aan politiek wil doen, dat hij dat ook moet doen. Maar belangrijker is natuurlijk dat wij oplossingen bieden. Dat stikstofprobleem, wij kennen dat al lang. Al 15 jaar weten we wat we moeten doen. En ik vind het ook wel een basisrespect ten aanzien van landbouwers om eerlijk te zijn. Mm. Om correct te zijn en ook om het gesprek met hen aan te gaan. Ik heb dat ook in Vlaanderen gedaan. En vervolgens, we hebben een stikstofarrest gehad... Zijn we daarin geslaagd.
Het is niet gelopen zoals dat we willen natuurlijk. We hebben ook moeilijkheden gehad binnen de coalitie. Dat concessies maar doen. Definitief, we zijn er wel in geslaagd om die knoop door te hakken. En dat is natuurlijk belangrijk in de politiek, dat je verantwoordelijkheid neemt en dat je ook naast die verantwoordelijkheid, naast die zure appel die je... Maar hoe dan? Hoe hebt u dat gedaan? Want ook in Nederland is uw Nederlandse evenknie Christiane van der Wal met boeren gaan praten. En nou ja, die heeft 7 minuten na de laatste verkiezingsuitslag nog gezegd, ja sorry, maar het moet wel. Dat zou je ook duidelijkheid kunnen noemen. Wat is uw geheim? Waarom lukt het u wel? Ja, ik denk dat één van belang is dat je correcte informatie geeft. Dat je ook werkt met de wetenschappelijke onderbouwing. Dat hebben we ook gedaan met onze stikstofaanpak. Wetenschappelijk onderbouwd, objectief. En drie is ook een flankerend beleid. Daarvoor ook zorgen dat er een transitiefonds is, dat er flankerend beleid is. Dat we die landbouwers ook niet in de steek laten. Dat we ook een win-win opzoeken. Bijvoorbeeld in Vlaanderen, de varkensboeren zitten in de problemen. Zij komen een faillissement terecht. Dus dan hebben wij gezegd, kijk, laten wij die varkensstapel afbouwen. Dat is goed voor stikstof, dat is goed voor waterprobleem. En tegelijk kunnen we die varkensboeren ook uitkopen. En daar waar dat we... natuur... Wilden ze dat dan ook, ja, het was een vraag. Het was een vraag van de sector zelf, van de varkensboeren zelf. En had u dan een helder aanbod? Ja, dat heb ik heel snel opgepikt. Ik dacht, oké, dit is een win-win. Als die varkensboeren, als die sector in problemen zit en daar dreigen grote faillissementen, dan moeten wij vanuit de overheid erin slagen om ze ook financieel uit te kopen. En tegelijk kunnen we daarmee die stikstof reduceren en kunnen we ook tegemoetkomen aan die veestapel naar beneden en ook de waterproblematiek tegelijk oplossen. En wat is uw analyse dan waarom het onze minister van voor stikstof, Christiane van der Wal, niet lukt om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Ja, dat is natuurlijk niet aan mij om te zeggen waarom dat niet lukt. Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om die knopen door te hakken, om beslissingen te nemen. Misschien ook niet te veel aan die provincies toekennen. Ik denk dat dat niet slecht is om de generieke maatregelen ook centraal te nemen. Dat doen wij ook. Die generieke maatregelen komt vanuit Vlaanderen. We hebben voor één gebied een heel specifiek programma. Dat gaat iemand anders doen. En voor de rest... Maar is dat dan een fout geweest om te zeggen, de provincies gaan we erbij betrekken en die moeten het uitvoeren? Ja, het is altijd goed om provincies erbij te betrekken, landbouworganisaties betrekken. Maar op een bepaald ogenblik moet iemand wel die knopen doorhakken. En wij hebben wel in Vlaanderen beslist van, kijk, wij gaan dat doen met het kabinet op Vlaams niveau. Dus verstandiger om het naar je toe te trekken, op die manier de regie te houden en boeren dan dus ook iets helders te kunnen bieden? Ja, wat ik vandaag begrepen heb, ook in die vergadering die ik vandaag heb gehad met die landbouwers, met die boeren, is dat ze zeggen van, kijk, wij willen duidelijkheid, wij willen rechtszekerheid. In sommige provincies is het land al op slot. Belangrijk dat ook dat de welvaart, de economie kan draaien. Wat denkt u dan als u dat ziet, hoe dat hier in Nederland gaat? Maar het is een heel moeilijke kwestie. Hè? Dus ik wil het zeker niet onder de mat schuiven, want als het bij ons gemakkelijk was... Maar u hebt daar wel een gevoel bij, denk ik. Ja, maar als het bij ons gemakkelijk was geweest, dan denk ik ook dat we daar ook niet zo lang over hadden gedaan. Bij mij, op mijn bureau is het letterlijk ontploft, het dossier. Waardoor dat we vrij snel in actie zijn gekomen, omdat wij ook geen vergunningstop wouden hebben. En ook die landbouwers die ook wel die duidelijkheid willen, die rechtszekerheid. En dat heb ik ook vandaag gemerkt. En wij hebben beslist in Vlaanderen. En ik denk dat dat een juiste keuze was om dat centraal te houden. Ja. Sinds de verkiezingen hier in Nederland is het stikstofdebat, zou je kunnen zeggen, voor gedeelte weer terug bij af. Nut en noodzak wordt regelmatig weer ter discussie gesteld. Er wordt naar geitenpaadjes gezocht. Er wordt gezegd, misschien heeft de politiek toch meer macht om dat beleid te veranderen, om Brussel op andere gedachten te brengen. Het is discussie over jaartallen. Wat denkt u daarbij? Ja, ik heb begrepen dat vanuit Nederland in het verleden al de ministers Brussel hebben opgezocht. Brussel heeft heel duidelijk gezegd, trekt jullie plan. Jullie hebben zelf aangegeven wat dan jullie natuurgebieden zijn. En dat is ook wel eigenlijk de les die we moeten leren, vind ik. Want ook bij ons in Vlaanderen, die natuurgebieden zijn heel versnipperd. Maar dat is in 2002 zo aangegeven aan Europa. En van het moment dat je dat aangeeft... En wie heeft dat aangegeven? Dat is die lage landen, politici, die dat hebben aangegeven. Ja, maar er is natuurlijk wel iets veranderd nu. Er is een nieuwe verkiezingsuitslag, wordt gezegd. En mensen zeggen, misschien moeten we ook die natuurgebieden maar ter discussie stellen. Er zijn mensen die dat zeggen.
Dan moeten we vooral opletten, denk ik. Men mag de gesprekken voeren. Wij hebben ook bijvoorbeeld rond mestactieplan zijn we ook Brussel gaan opzoeken. Men heeft daar gezegd, niks ervan, jullie moeten het doen. Men kan dat altijd doen, maar cruciaal is wel, vind ik, dat men de veeteelthouders geen blaasjes wijs maakt. Dat men geen beloftes maakt, dat men geen valse hoop geeft. Want dat is al de afgelopen 20 jaar wel gebeurd. Ik denk, op een bepaald ogenblik, ook al zijn dat moeilijke beslissingen, ook al is het niet leuk, moet je door die zure appel, die duidelijkheid moet er komen. Heel belangrijk vind ik wel het flankerend beleid. Want die landbouwer treft geen schuld. Ja. Die landbouwer heeft ook maar gedaan wat de politici beslist hebben in het verleden. En dat vind ik ook wel, dat er een flankerend beleid moet zijn. U bedoelt dat er geld tegenover moet staan. Landbouwtransitie, dat we dat zo vlot mogelijk, die begeleiding ook moeten doen. Dat zijn we wel verschuldigd, want we willen natuurlijk ook wel een landbouw, ook in Vlaanderen, die duurzaam is en aangepast aan onze omgeving. Zeg tot slot, in Den Haag nu, u hebt het meegekeken, crisisberaad. Wat opvalt is dat het over stikstof gaat, althans veel, maar dat Van der Wal en Adema niet zijn uitgenodigd. Ja, het feit dat de twee ministers niet uitgenodigd zijn, denk ik dat het breder is, dat het niet alleen over stikstof gaat. Ook als we de verkiezingen, uitslagen bekijken, dan zijn dat vooral proteststemmen. Dat is ook veel breder. De conclusie, de les is eigenlijk dat ministers worden verkozen, die hebben een verantwoordelijkheid en die moeten beslissingen nemen. De toeslagaffaire hebben we gehad. U als politiek dier, u bent minister van de Zuiderburen, u kijkt natuurlijk naar het noorden als politica. Wat denkt u als u naar boven kijkt? Zitten ze er nog lang? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan hen vragen. Wat zegt uw vingerspitsen? Ik denk dat het gewoon veel breder is. De verkiezingen gingen niet alleen over stikstof. Ik merk bij ons in Vlaanderen dat er ook een ongenoegen is. Bijvoorbeeld over asiel. Er is een ongenoegen. Mensen zeggen, maar wij werken heel hard, maar we houden netto weinig over. Mensen die niet werken, houden veel meer over. Dus er is inderdaad een ongenoegen, ook over de begroting. Dat zijn allemaal federale zaken bij ons. Dat gaat veel breder. En hier ook. Ik denk dat de uitslag die hier is geweest, BBB die veel proteststemmen heeft kunnen bekomen. Ja, en dat komt allemaal samen. Dat komt allemaal samen. En heel belangrijk is natuurlijk dat die politiek collectief, iedereen die een verantwoordelijkheid draagt en op een bepaalde stoel zit, ook wel beslissingen moet nemen en die verantwoordelijkheid moet dragen. Wij zijn niet verkozen om lintjes te knippen en op recepties kava te drinken. Wij moeten beslissingen nemen, ook al vinden we ze niet leuk. En daarmee? Ja. U hebt het gezegd. Dank u wel. Zowel de meer. Graag gedaan.